Ik heb vanmiddag 4 uitslaggesprekken. Bij geen van de mensen heb ik een optie voor een genezende behandeling. Ik heb zo meteen een slecht nieuwsgesprek. Ik ga zo meneer binnenroepen, een ondernemer die ik recent in de kliniek zag. Ik ga zo naar de kinderintensive care. Daar is een meisje opgenomen van 8 jaar met astma. Ik weet dat de ouders roken, allebei. Een 59-jarige timmerman. Hij was de hele tijd zo aan het hoesten. En ik had een longfoto aangevraagd en die is niet goed. Ja, dus nou ja, eigenlijk de zoveelste die ik moet teleurstellen. Bleek uitzaaiing te zijn in haar hersenen. Uitzaaiing van wat nu blijkt longkanker te zijn. Dat ondanks alle chemotherapie en immuuntherapie die hij heeft gehad voor zijn uitgezaaide longkanker, het niet is aangeslagen. Deze mevrouw die probeer ik al jaren van het roken af te krijgen. En dat is haar niet gelukt. En het is mij niet gelukt. Hij was bezig om een campertje te bouwen om na zijn pensionering Europa in te trekken. Dat gaat allemaal niet door. Ik ga hem nu ophalen. Ik kom net terug van de IC. Nou, dat viel echt niet mee. Hij was eigenlijk gewoon helemaal in shock. Hij was enorm aangeslagen, partner ook. En dat begrijp ik. Ik moet eerlijk zeggen dat het mij ook genoeg doet. En op dat moment keerde haar dochter zich naar haar moeder en zei: mama, je hebt je eigen dood gekocht. Ik had nog zo graag mijn kleinkind tot 20 jaar willen zien opgroeien. En toch kopen mensen het. Dat is ongelooflijk. En dat zegt iets over hoe verslavend het middel is. Die enorme machteloosheid, die verslaving. Dat raakt me iedere keer weer. Het frustreert mij uitermate dat het niet mogelijk lijkt op de een of andere manier om daar binnen de politiek gewoon paal en perk aan te stellen. Het is niet eigen schuld, dikke bult. Deze mevrouw is het slachtoffer van die tabaksindustrie. Ik heb deze gesprekken vaker met mensen en eigenlijk altijd hoor je dat we een soort laatste strohalm zijn. Laten we zeggen als samenleving dat niet meer acceptabel is. Dat moet stoppen. En we moeten ervoor zorgen dat er een nieuwe generatie bespaard wordt van deze ernstige verslaving.